De top van het Israëlische leger wil een staakt het vuren in Gaza. Dat schrijft de New York Times op basis van gesprekken met verschillende hooggeplaatste generaals. Maar de Israëlische president Neta Netanyahu ziet uh, tot nu toe weinig in zo'n wapenstilstand. Israël correspondent Ralf Dekkers, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom uh, wil de legertop uh, zo snel mogelijk een staakt het vuren? Ja, er zijn verschillende redenen voor. Ze zijn inmiddels van overtuigd dat dat de beste, of misschien wel de enige manier is om de gijzelaars, de 116 Israëli's die daar nog vastzitten, terug te krijgen. Daarnaast zijn er nog meerdere redenen, bijvoorbeeld de situatie in het noorden van Israël, waar het steeds verder escaleert met Hezbollah. Uh, ze gaan ervan uit dat als er een staakt het vuren komt in, uh, in Gaza... zal dat ook tot een staakt het vuren met Hezbollah leiden. En daarnaast is het leger gewoon toe aan rust. Na bijna negen maanden oorlog voeren zit, zitten veel soldaten er doorheen. Dus zelfs mocht er een oorlog komen met Hezbollah... dan zullen die troepen eerst rust moeten hebben... voordat ze zo'n nog veel grotere strijd aankunnen. Maar die legertop die is wel uh, autonoom uh, bezig, want we, eerder spraken we jou al uh, over de belangrijkste legerwoordvoerder die zei ja, Hamas is niet militair te vernietigen. Die trekken hun eigen plan. In, inderdaad, en zelfs de nationale veiligheidsadviseur doorgaans een, een trouwe bondgenoot van Netanyahu, die zegt inmiddels hetzelfde. Dus je ziet dat het veiligheidsestablishment steeds meer in het geweer komt tegen de positie van Netanyahu. Die blijft vasthouden. Aan die totale vernietiging van Hamas. En dat zei hij ook weer in reactie naar dat verhaal van. Uh, op, op dat verhaal van de New York Times. Van wij gaan door. Ik weet niet wie deze anonieme bronnen zijn, wie deze generaals zijn. Maar wij gaan, is, wij gaan Hamas tot de laatste, nou ja, niet tot de laatste man. Maar ze gaan Hamas volledig vernietigen. Maar, Eerder maar, komt er geen staakt het vuren. Maar kan premier Netanyahu dat ook uiteindelijk zeggen als het leger op één punt zelf zegt: Ja, sorry, we hebben rust nodig. We willen gewoon niet meer vechten. Dan, dan wordt er toch niet meer voor hem gevochten. Nou ja, het is natuurlijk uiteindelijk is de premier, het kabinet, is leidend in deze. Zij zetten de lijnen uit en zij bepalen wat het leger uiteindelijk moet uitvoeren. En net jou zit natuurlijk in de tang bij zijn extreemrechtse coalitiepartners. Die willen doorgaan in Gaza. Die willen die strijd blijven volhouden totdat, nou ja, een groot deel van Gaza. Uh, onder controle is van Israël. En die zouden ze het liefst ook nog uh, uh, jarenlang willen bezetten. Maar ja, het, het veiligheids met steun ook van de Verenigde Staten, zeggen nu steeds luider tegen Netanjahu, te genoeg is genoeg. We moeten nu richting een staakt het vuren. Ja, maar, uh, ondertussen was er dan ook weer een Israëlische krant. Uh, die schreef vandaag: Netanjahu zou wel wat zien in dat, dat het, uh, uh, het bestuur. Uh, het Palestijnse bestuur ook uh, het bestuur van de Gaza-strook uh, zou, zou krijgen, om dan maar zo door te pakken. Maar hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, het is natuurlijk van. Er ontbreekt een toekomstvisie voor Gaza. Daarom is het leger ook boos dat ze steeds weer op plekken terug moeten keren. waar ze eerder al waren, omdat Hamas daar steeds inspringt en er geen alternatief is. En nu wordt er gesproken dat Netanjahu bereid zou zijn. om in ieder geval de Palestijnse autoriteit. of in ieder geval figuren die banden hebben met die Palestijnse autoriteit. die de basis op de Westhoever. om die bepaalde rollen te geven in de Gazastrook. Maar ook daar is weer een probleem. Dat hij de tegenwerking zal krijgen van zijn extreemrechtse coalitiepartners. Want die zien dat als een stap naar een eventuele toekomstige Palestijnse staat als het bestuur van Gaza en, Westbank, en de Westelijke Joeveneuver verenigd worden. Dankjewel, Israël correspondent van BNR, Ralf Dekkers.